De huidige tijd vraagt voor de ondernemers veel creativiteit, durf en ondernemerschap. Ook in het tweede seizoen van de Ondernemers Centraal gaan we langs bij de ondernemers en kijken we hoe deze periode effect heeft op hun bedrijf. We zijn vandaag in de Avenue in Breda en hier spreken we Martijn Gozevoort. Ik ben Martijn, ik ben eigenaar van Experience Entertainment, een boekingskantoor voor de horeca, recreatie en evenementenbranche. En daarnaast eigenlijk ook een entertainmentbedrijf wat voorziet in zijn eigen entertainment. Corona was voor ons echt wel een tijd waarin iedereen om ons heen zei, ja, we liggen stil en we moeten alleen maar boekingen terugbetalen. Er zijn heel veel tranen gelaten. Experience Entertainment is natuurlijk een verlengstuk van heel veel artiesten en ondernemers die allemaal iets kunnen, zeg ik altijd maar. Eigenlijk hebben wij op dag 1 bedacht, we moeten, wat we altijd doen, iets gaan bedenken zodat de ondernemers meer werk hebben. Dat is ook de kracht van Experience Entertainment. We zijn eigenlijk begonnen om anderen aan het werk te helpen en om heel veel schakels weg te halen. Nu met coronatijd hebben we dat dus ook gedaan. Dus gedacht, oké, wat kunnen we? We hebben een quiz die we normaal gesproken in de kroeg doen. Laten we dat online gaan doen. Laten we ons netwerk gaan binnen ons netwerk gaan kijken wat we daarmee kunnen. Ja, het is voor mij echt creativiteit en ik vind het leuk om iets te creëren of te bedenken waardoor ik een ander kan helpen en waardoor ik een ander aan het werk kan helpen. Waardoor er dus meer boekingen binnenkomen. De start van corona heb ik al een paar keer gezegd dat we direct zijn begonnen en dat mondt nu uit in, ja, dat we onder andere grote projecten draaien, zoals voor 34 vakantieparken tegelijk een online recreatieprogramma. En dat is eigenlijk voortgekomen uit het hele jaar gewoon met elkaar blijven ondernemen. Wat kunnen we allemaal bedenken? Experience Entertainment is niet alleen voor de ondernemer of voor het bedrijf om dingen in te huren en te organiseren, waarin we trouwens ook heel graag meedenken met het organiseren. Maar het is ook voor de particulier. Wil je voor een kinderfeestje een Disney-figuur inhuren of wil je een zangeres of een zanger hebben. Iedereen kan dus echt terecht bij Experience Entertainment. We zijn niet alleen een boekingskantoor waar je iets kan inhuren. We zijn een evenementenbureau die zelf organiseert en ontwikkelt. En daarnaast hebben we een heel groot netwerk waarin we eigenlijk samenwerken, altijd op één zetten. En met elkaar leveren we een product op maat. Dus het kan zo gek zijn als je wil. Vraag het en we denken mee en we helpen mee. Ik heb gehoord dat je een nieuw initiatief hebt opgestart, JoinIn. Kun je iets vertellen over joinin.nl? Ja, JoinIn is eigenlijk een platform voor ondernemers waarbij, ja, eigenlijk iedereen die iets kan daar terecht. Nu heb ik een platform eigenlijk waarbij je dus naast je eigen onderneming ook gewoon voor andere dingen een landingspagina kan maken. Maar bijvoorbeeld ook voor een dame die bij ons zit, die is kunstenares en die schildert de mooiste doeken. Alleen ja, het computerwerk en hoe het allemaal werkt om een website te bouwen, dat is heel lastig. En nu met JoinIn kunnen we haar toch een heel snel een landingspagina geven waarbij ze kan laten zien wat ze allemaal voor moois maakt en gevonden kan worden. Breda nu.